Ja, als afgevaardigde heb je een heleboel taken. Je zorgt dat de wedstrijden administratief kunnen doorgaan. Je vult het wedstrijdblad in. Je zorgt dat het terrein in orde is. Je vangt de scheidsrechter op. Je zorgt dat de kledij van de spelers in orde is. Je vangt de tegenstander op. Wijst de kleedkamers aan. Geeft de andere ploeg drinken. Als we op verplaatsing gaan, zorg je ervoor dat er vervoer is voor de spelers. Dus een hele race om taken. Eigenlijk ben je een beetje de assistent van de trainer, maar dan op het vlak van heel de administratie en het hele randgebeuren naast het voetballen zelf natuurlijk. Buiten dat je afgevaardigde bent, heb je ook nog een functie die naar het jeugdbestuur toe gaat. Want jij vertegenwoordigt de afgevaardigde van KSV Temse in dat jeugdbestuur. Wel ja, ondertussen binnen de jeugd hebben we, ik denk, 17 of 18 ploegjes. Beginnend vanaf U6, oplopend tot U19. En ja, al die ploegjes hebben een trainer, maar al die ploegjes hebben ook een afgevaardigde. Vaak bij die kleinste ploegjes zijn daar nieuwe mensen, die moeten wegwijs gemaakt worden. En het is wel handig in het jeugdbestuur dat ook die afgevaardigden een stem hebben binnen dat jeugdbestuur. Binnen dat jeugdbestuur overkoepelen we de jeugdwerking. Nemen we een heleboel beslissingen die de hele jeugdwerking aangaan. En in die zin is het ook wel belangrijk dat ook de stem van de afgevaardigde daarin wordt gehoord. Niet zo lang geleden was de Flanders Cup hier op Temse. Ja, dat zal dan voor jou denk ik ook wel een vrij belangrijk toernooi zijn in het jaar. Wel ja, de Flanders Cup is voor KSV Temse jeugd denk ik de belangrijkste manifestatie ieder seizoen. Er komen een 80-tal ploegen, gespreid over 3 dagen. Dan zijn we hier fulltime aanwezig van vrijdag tot zondagavond. En meer bepaald was mijn taak om mee het secretariaat en de wedstrijdleiding gedurende die 3 dagen te verzorgen, zodat alle wedstrijden op tijd kunnen beginnen, zodat de klassementen kunnen gemaakt worden. En zodat de finale wedstrijden kunnen worden ingevuld. En ook natuurlijk, tijdens die Flanders Cup lopen er hier 80, 90 medewerkers rond. Die moeten ook wegwijs gemaakt worden wat hun specifieke taak is. En daar heb ik samen met Patrick Klaus voor gezorgd. Tot slot, KSV Temse waait een nieuwe wind. Vooral naar de jeugd toe. De jeugd krijgt hier alle kansen, is mij verteld. Waarom moet er iemand komen voetballen bij dit KSV Temse als jeugdspeler? Ja, sinds een 3-tal jaren spelen we ook nationaal voetbal. De club is een jaar of 4 terug naar de 3e klasse opgeklommen. De jeugd speelde vroeger gewestelijk en provinciaal. We hadden dus een hele kloof die we moesten overbruggen. En geleidelijk aan merk je dat Temse toch makkelijker spelers vanuit de regio begint aan te trekken. Het niveau van de trainers wordt jaarlijks sterk geëvalueerd en we trachten altijd met mensen te werken die de nodige diploma's hebben om op niveau training te geven. En stilaan voel je inderdaad dat het niveau van spelers wat zich geroepen voelt om hier te komen spelen ook stijgt. En ik denk dat we binnen de regio er inderdaad voor moeten zorgen dat we na de 2 ploegen die inderdaad in 1e klasse voetballen, dat wij een alternatief zijn voor de jongens die net niet het niveau hebben om op dat niveau te voetballen. Want dat is toch maar weggelegd voor een relatief beperkte groep. Maar daarachter, denk ik, hebben wij een mooie plaats in te vullen. We hebben hier behoorlijk wat infrastructuur, 6-7 terreinen, een heel nieuw kleedkamercomplex. En zoals gezegd, er waait hier een nieuwe wind. Ook de samenwerking tussen jeugd en eerste ploeg, die verbetert ieder jaar. En we hopen de komende jaren dat we inderdaad ook regelmatig 1 of 2 spelers kunnen afleveren vanuit de jeugd die hun kans krijgen in de eerste ploeg.